En wat vind jij spreek je het meeste aan? Nou, misschien dat het allemaal zo groot is en de stoom en hoe dat vroeger ging. Mogen we de kijkers uw handen laten zien? Ja, dat mag zeker. Ze zijn nu nog schoon. Begin van de dag. Begin van de dag. Nou, en hoe ziet u dan einde van de dag eruit? Nou, meestal wat meer zwart. Stel dat je 100 jaar geleden geleefd had. Zou je dan ook op de stoommachines willen werken, ermee werken? Ja. Ja, alles wat we hier een beetje uitgevonden hebben, eigenlijk is het een beetje in Engeland begonnen. Engeland is de bakermat van de stoom. De stoommachine is natuurlijk ontwikkeld door James Watt uit Engeland. Ja, dat is ook alweer best heel lang geleden. Dus. Dat is dus uitgestrooid over de hele wereld heen. Dus die stoomtechniek is wel heel wereldwijd geworden. En we zijn er allemaal beter van geworden ook. Ja, dan denk ik, ja, geen heden zonder verleden, zeg maar. Dus ja, het heeft wel een wereldeconomie op gang gebracht. Dus dat moeten we ook niet vergeten natuurlijk. De belangstelling voor de machine zelf of voor de techniek erachter? Nou, het is van alles een beetje. Het is de passie van de techniek, hoe alles in elkaar steekt. Maar ja, ook een stukje nostalgie, hè, hoe het vroeger allemaal ging. De geur van olie, van kolen. Dankzij de fabrieken werden ook kinderarbeid. Dat is de zwarte bladzijde, zeg maar. We zijn allemaal een keertje ergens de fout in gegaan. In dit land en andere landen ook. En als een andere doet, dan wil hij het zelf ook naapen, zeg maar. We zijn heel erg naaperig. Dat is niet goed te praten, dat de kinderarbeid is, zonder meer. Nee. En natuurlijk de meeste mensen ook 16 uur en moesten werken. De mensen werken er eigenlijk gewoon kapot vroeger. Ja. En als je dan ziet wat we nou aan vrije tijd hebben, nou, dan mag je je handen voor dichtknijpen. Ja. Dus we zijn aan de betere kant, zeg maar. We zijn er misschien wijzer van geworden. Het is niet de knop omdraaien en het werkt. Je hebt 2 uur nodig om het op te stoken. En ja, daar komt toch wel wat bij kijken. En ja, dat is ook een beetje een uitdaging. Het is een hele simpele techniek. Je moet even weten wat je moet doen. En daarmee ken je door natuurlijk. En die heeft hij een triple erin staan of ook gewoon gepakt? Ja. Draait iets soepeler, hè, triple? Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Het is meer een mannenberoep dan een vrouwenberoep. Heb ik dat goed of niet? Nou, van vroeger uit wel. Maar er komen wel steeds meer vrouwen in Nederland die het ook leuk vinden. Helemaal netjes, de plaat gepoetst. Goed geolied. En bij de stoom moet je altijd zo vasthouden. We zijn nu een kopvuurtje houden om hem dus zo laag mogelijk te houden in druk. We zijn dus een heel groot vuur aangelegd. Dan gaat de veiligheid van de ketel eruit. En dat is een zonde, doe je heel veel energie erin te houden en dat blaas je dan gelijk weer de lucht in. Op de rode streep gaan geven aan, niet verder tot zover. Tot maximale druk van de ketel. En dan gaat echt de veiligheid eruit. Interessant. Er zijn nog wel 10 of 11 bootjes in de vaart. Maar het sterft steeds meer uit. Want de schepen zijn gemiddeld vanaf 1900. Eind 1800. En ook de kennis, dat sterft steeds meer uit. Ook door de mensen die vroeger nog mee gevaren hebben. Die overlijden. Dat hoort natuurlijk bij het leven. Daardoor is het ook zeer belangrijk dat je nieuwe vrijwilligers aan kan trekken, jongere generatie, om de kennis weer over te brengen. Je ziet een stukje techniek draaien en dat werkt gewoon. En dan denk ik, je ziet toch wel dat die kennis, maar ook dat die interesse, dat de jeugd dat toch wel op wil pakken. En dat is leuk, dat hou ik wel van. Ja. Ik kan me voorstellen dat bepaalde technieken, leiden jullie ook mensen op, zoals met de stoommachines of het varen zelf? Ja, zeker. Zeker, want je wil niet iemand beneden hebben die niet weet wat hij aan het doen is. Dus we nemen altijd wel iemand mee. Ja? Maar ik kan me voorstellen dat op de scholen, op de technische scholen, deze techniek helemaal niet meer wordt gegeven. Nee, het is ook verschrikkelijk uit de tijd.
Maar ja, als je dan ook niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat dadelijk. Dus het is wel leuk dat je die stoomtechniek, is een hele simpele techniek, dat je daar kennis van neemt. Dat is leuk. En ja, net hadden we hier ook een hele oude machinist aan boord die nog met Liberties, de Victories, heeft gevaren. Ja, en dan zie je die man heel zijn hart open gaan en die willen niet meer weg, weet je wel. En dan denk ik, nou, dat is leuk. Die ouderen en die jongeren, die mix, die moeten we gewoon hebben en die moeten we gewoon houden. En dat is leuk dat het nog lekker doorgaat, ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat de Engelsen misschien meer cultuur behoudt. Ja, dat zal best misschien mee te maken hebben. Ik weet niet hoe het daar precies in het patroon hier gaat natuurlijk. Maar hier in Nederland willen we allemaal wel heel graag dat het cultureel en het historisch varend erfgoed, of naar zeilboten zijn, of stoomschepen, of oude molens, of noem maar op. Dat willen we allemaal heel graag, of oude auto's, noem maar op. Maar door de wet en regelgeving wordt het gewoon onmogelijk gemaakt. Want wij moeten, of 1 januari 2019, moeten schepen die nou nog niet gekeurd zijn, die moeten voldoen aan nieuwe eisen. En dat is gewoon onhaalbaar. Het kost heel erg veel geld om alles hier te krijgen, de hele organisatie op poten te zetten. Faciliteiten dus ook. Het kost ook veel tijd. En dan kan je maar één keer aan iets besteden. Daarnaast heb ik ook nog een gezin en werk. Dus dat weten we nog niet. En dat hangt ook af van de andere mensen die bij ons in de vereniging zitten. Geprikkeld. Als ze terugkomen of voor de tweede keer of zelfs de derde keer terugkomen, dan denk je, ja, die hebben toch wel interesse. En zo ben ik eigenlijk ook begonnen. Als een jong knulletje, 12 jaar, ging ik ook met een sleepboot mee in Vlaardingen en die sleepte nog. En dat heeft mij gegrepen en dat grijpt me nog. En dat het werkt en dat hij het doet. En dat hij doet wat hij moet doen. Een sleepboot moet trekken en dat doen we met deze boot ook nog steeds. Hij sleept nog steeds. We staan er 2 keer in het Guinness Book of Records met de langste sleep. Hij doet het gewoon. En dan denk ik, daar is hij voor gemaakt. En we kennen er wel een ander plakplaatje op laten, maar het is nog steeds een sleepboot. En hij doet het heel braaf. Dus waarom niet gewoon doorgaan?